mijn schoenen. Voor naar het volgende pakketje. Twee vrouwen laten doen. Beste dag van het jaar is aangebroken, jongens. Ik ben jarig, ik ben 20 geworden. Mijn favoriete doosje. I love it. Dank je. Yay! Een hele goede morgen. Mijn naam is Merel Christina en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is 8 uur. Jawel jongens. Mijn doel om, in mijn vorige weekvlog zei ik dat ik deze week om 7 uur op wilde staan. Zodat ik om 8 uur kon beginnen. Het is gelukt. Ik ben helemaal klaargemaakt. Ik heb gedoucht, make-up gedaan. En een leuke outfit aan. Dat ga ik jullie even laten zien. Ik heb eigenlijk gewoon heel simpel een split legging aan van de Zara. Een zwart coltruitje met lange mouwen van Most Wanted. En dit jasje van de H&M. Vond ik wel leuk vandaag. Ik ga even snel ontbijt maken. En dan ga ik naar boven. En dan ga ik leren voordat mijn tentamenweek begint. Of voordat mijn college begint. Mijn college begint om 9:30. Dus ik ga nu eerst even leren. Nog 1,5 uur. En dan heb ik lekker college. Dus ik zou zeggen, kijk deze week gewoon weer gezellig met me mee. Deze week ben ik ook jarig. Dus jullie gaan dat ook allemaal zien. Super veel zin in. Dus ja, ik heb echt zin in deze week. Ik moet superveel doen voor school met tentamens en deadlines. Maar ik heb er wel zin in. Dus let's go. Oké, ondertussen is het 11 uur. Ik heb een college gehad en ik heb geleerd. En ik moet nu onderweg naar de dokter. Want in mijn vorige weekvlog vertelde ik het al. Mijn kaak zit op slot. Dus mijn mond gaat niet verder open. Dus ik ga even naar de huisarts. En ik moet ook gelijk een nieuwe pil halen. Ik moet tanken. Ik ga een Zara pakketje retour sturen. Mocht je nou de Zara items willen zien, moet je even mijn vorige weekvlog checken. En dat ga ik dus even snel doen. En kort over 2 heb ik weer college. Dus pakketje wegbrengen, dokter, pil halen, tanken en... Wow, straks weer terug. Nou, het is 12:30. Ik ben weer thuis van de dokter. En ik moet morgen naar het ziekenhuis, naar de kaakchirurg. Want de dokter kan iets doen. Ze heeft... Ze vroeg of ik keelpijn had. Heeft mijn temperatuur gemeten. Heeft erin gekeken, heeft gevoeld. Maar ze weten het niet, dus ik moet morgen naar het ziekenhuis. Ik hoop zo dat ze het gewoon even open kunnen maken, want kort gek. Ik bedoel, wat moet ik nou eten? Ik weet het niet. Maar goed, ik ben weer thuis en ik heb over, zeg maar 1,5 uur heb ik college. Dus ik ga lunchen en dan ga ik nog even aan school. Dus ja, dat eigenlijk. Ondertussen is het 3:50 en hebben wij gebeld met de co-maker. En ja, jongens, ik heb iets superleuks besteld. Jullie zullen denken alweer, ja, alweer. Josh V bestaat namelijk vandaag 10 jaar. En ik ben echt fan van Josh V. Ik vind überhaupt, Josh zelf is voor mij echt een inspiratie. Maar echt, nou, wat zij heeft zou ik ook ooit willen bereiken, zeg maar. En nu bestaat ze dus 10 jaar en hebben ze een mini collectie uitgebracht. En met een superleuk t-shirt, dus die heb ik besteld. En ik hoop dat die snel binnenkomt. Maar ook die hele socials van hun vandaag weer en die filmpjes. En ik krijg er zoveel inspiratie van. En ik vind het zo onwijs gaaf eigenlijk. Gewoon voor haar. Ik bedoel, ik ken haar helemaal niet. Maar het is zo gaaf als je zoiets kan bereiken. Een hele goede morgen. Het is 9:45. Het is vandaag dinsdag. En... ik ben om 8:15 al bij Jordi weggegaan. Ik had daar geslapen en toen was ik thuis. Heb ik gegeten, heb ik niks gedaan, heb ik gesport en nu heb ik gedoucht en mijn make-up gedaan. En ik heb dit aan. Ik heb dit jasje aan van de Zara met het topje van de Zara en deze broek van de Zara en mijn riem van Michael Kors. En ik heb echt honger. Ik heb al gegeten, maar ik heb echt trek. Dus ik ga even lekker een ontbijtkoekje eten en mijn kaak. Zit nog steeds op slot. En daar moet ik dus straks voor naar het ziekenhuis. Ik heb om 12:30 college. En ik moet om 12:45 weg. Dus ik kan mijn college maar een kwartiertje volgen. Maar goed, ik hoop gewoon dat die kaakchirurg er wat aan kan doen. Want ik word er gek van. En er komen vandaag 2 pakketjes binnen. Superleuk. Die Josh V wat ik besteld had. En nieuwe schoenen. Dus dat ga ik jullie straks ook laten zien als het binnen is. Dus ik ga even snel wat eten. Nou, het is 2 uur. En ik ben weer terug uit het ziekenhuis. En het kan nog steeds niet open. Er moest een foto gemaakt worden en ze hebben gekeken en hij zegt dat er geen afwijkingen zijn in mijn kaak. Dus hij, de arts gokt dat het mijn spier is, maar ik vind het echt een beetje vervelend, want ze kunnen nu niks doen. Terwijl ik kan mijn mond niet normaal open doen. Ik kan niet alles eten. Dit is echt heel irritant. Ik mag absoluut geen kauwgom meer kauwen. Ik moet de kaakbewegingen beperken, dus alleen met eten eigenlijk. En ik moet het niet gaan forceren.
En ik moet over 4 weken bij een of andere speciaal tandarts gebeuren in het ziekenhuis. Moet ik daarheen gaan als controleafspraak. En ik moet een hele vragenlijst nu opsturen ter controle. En dan word ik daarna nog gebeld of zo. Ik heb geen idee, maar ik vind het echt... Ja, ik weet het niet hoor. Het is 3:30 volgens mij. En er zijn 2 pakketjes binnengekomen. En dat ga ik jullie laten zien. De helft van mijn college zit erop. We moeten nu een opdracht werken. Maar ik wil echt even dit openmaken. Ik heb namelijk eindelijk op school nieuwe schoenen. Ik ben vanaf november eigenlijk na mijn operatie al op zoek naar zwarte schoenen. En I found them. De Nike Air Force One. Maar niet de normale. De Pixel. Oh my god. Die zijn echt heel nice. Ja, ik moet ze zo even passen. Want er stond dat ze 1 maatje kleiner vielen dan de normale Nike Air Force. Dus ik heb 1/2 maat groter genomen. Dus ik hoop dat ze passen. Het zijn wel echt huge dingen hoor. Ik heb echt groot voeten. Ik heb normaal gesproken van Nike Air Force 42,5. En deze heb ik dus in 43. Maar die ga ik zo meteen passen. Ik vind ze in ieder geval heel nice. En door naar het volgende pakketje van Josh V. Oh my god. Het t-shirtje. Ik heb hem in de maat L besteld. Zodat hij lekker groot viel. Dus ik ben benieuwd of het niet te groot is. Maar ik moet het sowieso passen in ieder geval. Sorry trouwens voor de troep achter mij. Dat maakt het nu ook alleen maar erger. Oh ja, dit pas ik sowieso. Dit is lekker. Want dan kan ik er een knoopje in doen onder mijn BH. Love it. Vind ik echt heel tof. Ik ga het even passen en die schoenen ook. Ik ben zo benieuwd. Nou, ik heb ze aan en ik vind ze echt mega, mega leuk. Ik moet alleen heel even kijken of ze echt wel passen. Want deze voelt wel, maar hier heb ik natuurlijk die brace. Dus ik ga hem zo even zonder die brace passen. Want nu zit wel mijn teen een beetje tegen de rand aan. Maar dit is toch super mooi. I love it. Dus ik ga hem even zonder brace passen en het t-shirtje. Ze kraken nog, maar I like it. Dit is toch veel beter dan die witte schoenen eronder. En ik heb een t-shirtje aan. En deze vind ik echt heel erg leuk. Het stofje is super lekker zacht. Ik heb er een zwart hemdje onder, maar je ziet het niet echt. Dus hij schijnt klein beetje door, maar niet heel erg. En ik ben wel blij dat ik hem in een L heb genomen. Als ik een maatje kleiner had, had ik hem sowieso ook wel gepast. Maar ik vind die pasvorm dat het wat losser is juist wel leuk. Gewoon zo lekker... in je broek. Dit vind ik leuk. En dan in combinatie met die schoenen. Het is toch helemaal leuk. Nou, ik werd dus net gebeld. En een afspraak voor dat centrum bijzonder tandheelkunde waar ik dus naartoe moest was. Hadden ze gepland in juni. 3 maanden. 3 maanden mijn mond niet open kunnen doen? Nee, dank je. Dus ik heb weer gebeld dat ik het niet begrijp. En nu hebben ze even overlegd met de kaakchirurg. En wil de kaakchirurg of die andere bijzondere tandheelkunde gebeuren... Wil mij donderdag zien. Aankomende donderdag. Dus als je belt, is wel in 1 keer de plek. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en het is 8:00 geweest. En ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb gedoucht. Ik heb dit outfitje aan. Jongens, een keer niet een hele outfit van de Zara. Oh my god. Dit blusje is van de H&M. Maar natuurlijk wel mijn splitlegging van de Zara. En ja, ik ben echt excited. Het is mijn laatste dag als tiener. En ik ga zo meteen even een ontbijtje pakken en dan ga ik gelijk naar school. Om 4:30 moet ik naar de fysio en om 4:30 ga ik mijn wenkbrauwen laten doen. Dan heb ik weer mooie wenkbrauwen, ze zijn weer super gegroeid. Dus dan heb ik voor morgen mooie wenkbrauwen. Dus. Nou, het is 11:00, ik ben klaar bij de fysio. Ik heb zoveel honger, jongens. Oh, ik sta echt te shaken gewoon. Dus ik ga dit maar even leeg eten. Smerig eigenlijk. Oh, dat kan ik waarschijnlijk helemaal niet eten. Goed, ik moet iets hebben, want I will not survive. Ik zit te twijfelen om langs een Mackey ijskoffie te, om langs een Mackey te gaan om ijskoffie te halen. Dus misschien dat ik dat wel even doe. Nou, ik denk dat het een ongeluksdag is, want ze hadden geen ijskoffie meer. Het apparaat was in onderhoud. Maar ik vind het altijd terug om dan niks te nemen. Ik had geen zin in een milkshake. Ik heb maar een hamburger genomen. Toch nog eens. Het is echt fucking 11:30 ochtends. En ik ga een hamburger lopen eten van de Mac. Nou, het is 3:00 en ik ben druk bezig met school. Maar er is weer een pakketje binnen van mijn school. Alsjeblieft, een cadeau voor jou. En als het goed is, is dit een hoodie. Kijk.
ik heb deze kleur gekozen. En ik heb een maatje L. Zodat die lekker groot is. Dit vind ik leuk. Ik ga dit wel gewoon alleen thuis dragen. Want kijk, ook op de achterkant. Maar goed, wel super leuk van school dat ze dit opsturen. Dus ik heb hem aan. Let even niet op de geweldige, fantastische combi. Maar ja, ik heb dus een L genomen. En het zit wel chill. En nou jongens, ik zit op binnen zijn. Mochten jullie het nog niet weten. En de achterkant. Ah, dit is het gewoon lekker. Hij zit ook echt lekker. Het is 4:15 en ik ben terug van de salon. En ik heb weer mijn wenkbrauwen laten doen. Kijk jongens. Ik ben hier wel echt mega blij mee. Nu heb ik lekker voor morgen flietje wenkies. Want dan ben ik jarig. Sorry, jullie zullen vast gek van mij worden deze week vlog. Maar ik hou gewoon van mijn verjaardag. Maar oké, genoeg. Voor school die Pecha Kucha presentatie maken. Maar ik heb de tekst af. Dus ik hoef dat eigenlijk alleen nog maar in Canva te zetten. Dus ja, ik ga gewoon ontwerpen in Canva. Dat vind ik toch leuk om te doen. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 25 maart. Het is volgens mij 8:30. En it's my birthday. Beste dag van het jaar is aangebroken, jongens. Ik ben jarig, ik ben 20 geworden. En ja, ik ben weer lekker vroeg opgestaan, omdat ik wel gewoon in mijn ritme zit. Dus ik heb alleen nog geen make-up gedaan, want Jordi slaapt nog. Maar ik ga even lekker ontbijten en dan ga ik even aan de bak. En ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Ja. Ik heb dit aan. Die leren broek van de Zara. En deze bralette van de Zara en een blazer van. Het is 10:10 en ik ben helemaal klaar. Ik heb ook even een BH eronder gedaan. Dat vond ik toch even wat beter. En ik ga jullie even laten zien wat ik gisteravond gekregen heb. Ik heb als eerste eindelijk een nieuw horloge. Deze is zo mooi. Kijk, van Kloes. Met dit bandje echt zo onwijs mooi. En dan heb ik daarbij ook nog dit prachtige bandje met zilver en goud. Die ik dus om kan wisselen. Want ik wilde heel graag een horloge met zilver en goud. Super nice. Dat heb ik van mijn ouders gekregen. En van Jordi heb ik ook alvast wat gekregen. Mijn favoriete doosje. Ook echt iets super moois. Ik heb echt een super mooie ring gekregen. Kijk. Een nieuwe Pandora ring. Kijk hoe mooi die ook is. Het is echt, I love it. Jongens, kijk nou wat een lekker taartje. Het is red velvet. Ik ga hem aansnijden. Yummy, yummy, yummy. Nou, mijn zus is er. En ik heb dit super leuke bedertje gekregen voor bij mijn armband. En echt een mega lief kaartje. Birthday lunch. Lekker lunchen. Zo, ondertussen is het 3:50. En wij hebben dus lekker geluncht met z'n allen. En nu moet ik omkleden, want ik moet naar het ziekenhuis. Ik zie er zo tegenop, jongens. Oh mijn god, ik ben zo bang. Nou, we zitten weer in de auto terug. En ja, het is dus wel mijn kaak gevricht. Dus wat die kaakchirurg zei, klopt dus gewoon niet. En ik moet nu naar de kaakfysio, omdat het niet echt vanzelf... Ja, het groeit weer vanzelf terug of zo. De hele ver... zo. Maar het is dus iets van... het is dus een lang ingewikkeld verhaal. Maar ik moet naar de kaakfysio om het proces te versnellen. Maar hij kan het dus niet openmaken. En dat gaat ook niet zomaar. Dus dat wordt weer... 3 maanden tot een half jaar dat dat weer kan duren voordat ik mijn mond weer open kan doen. Nice! Oké, jongens, het is bijna 10:00 en avond. Ik ben weer lekker omgetoverd in mijn huispakje. En ik wil jullie even nog een cadeautje laten zien, want ik heb van Jordi nog een cadeautje gekregen. En Nars. Ik ben helemaal into Nars sinds die masterclass. En toen had ik research gedaan. Kijk trouwens even hoe mooi die verpakking is. Toen had ik research gedaan. Of research. Ik had een tientje te goed gekregen van Nars toen. En ja, toen zat ik gewoon op de site te kijken wat ik wilde hebben. Maar het kon alleen bij de Bijenkorf. En daar hadden ze dit palet niet. Dus ik dacht, nou, deze vraag ik voor mijn verjaardag. En toen heeft Jordi hem voor mij gekocht. En deze verpakking is oprecht het mooiste wat ik ooit heb gezien. Je zal denken, het mooiste. Het is gewoon zwart. Het is zo zacht of zo. Het is echt, nou, dit is echt niet... Dit moet je gewoon een keer gevoeld hebben. Dit voelt zo gek. Maar oké, ik ga het palet laten zien. Kijk ook even hoe mooi dit eruit ziet. Dat folietje alleen al. Make up your mind, express yourself. Ook echt fucking leuk. Kijk jongens, dit is het palet. Vet mooi. En echt, I love it. Dus deze heb ik ook nog van Jordi gekregen.
Ik ben gewoon echt mega verwend. En ik heb echt wel een leuke dag gehad. Ondanks corona en ondanks dat ik dus naar het ziekenhuis moest. Maar het ziekenhuis viel me echt reuze mee. Het enige nadeel is gewoon dat ik gewoon de komende 3 tot 6 maanden gewoon mijn mond niet verder open krijg dan dit. Dus dat wordt nog even terug. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. Het is 7:45 en ik ben onderweg naar werk. Het was echt vroeg vanochtend. Ik was zo moe. Ik dacht echt, ik wil eigenlijk gewoon de hele dag slapen. Maar ik heb dus een lekkers nog gehaald gisteravond om mee te nemen. En ja, ik heb mijn nieuwe blazer aan. En dan heb ik hem dicht. Ik heb een zwarte splitlegging van de Zara. Oh, en ik had haast. Maar goed, ik ga lekker werken. En ik zie jullie daarna. Het is 4:50 en ik ben nog op werk. Ik ga zo naar huis. Mijn trein gaat namelijk om 4:15. Dus ik ga ook zo weg. Ik ben hier nu alleen. En ja, het is echt wel een chill dag, ja. Wel veel gedaan. En super lief. Ik heb een Zara cadeaubon gekregen. En laat ik nou net morgen naar de Zara gaan. Helemaal leuk. Super lief. Ze kennen mij dus blijkbaar nu al zo goed. Dat ze wisten dat ik daar wel wat mee kon. Dus ja, ik ga zo meteen hier opruimen. En dan... Een hele goede middag. Het is zaterdag 2:15 alweer en ik ben me lekker aan het klaarmaken. Ik zit in mijn badjas, heb net lekker gedoucht en mijn haar gewassen en heb nu mijn primer en tint moisturizer al opgedaan. En ik heb vannacht bij Jordi geslapen. Ik heb vanochtend al geleerd en ik ben me nu aan het klaarmaken omdat ik met Amber ga afspreken. Gezellig voor mijn verjaardag nog. Ze komt hierheen, gaan we naar de stad, gaan foto's maken en gaan we shoppen bij de Zara. En dan komt vanavond ook mijn zus en dan gaan we lekker met z'n drietjes eten. En ik ga jullie zo meteen even dit palet laten zien als ik hem gebruik. Deze heb ik natuurlijk gekregen voor mijn verjaardag van Jordi. En ja, gisteravond had ik niks meer gefilmd, want ik was kapot naar werk. Ik ben nog tot 12 uur bezig geweest met school en video editen. En toen deed ik mijn laptop dicht, ben ik gelijk in slaap gevallen. Maar ik ben er weer fris en fruitig. Dus ik ga even snel verder en ik ben zo bij jullie terug. Nou, ik heb de basis gedaan en ik ga nu dit palet gebruiken, jongens. Dit palet is zo mooi. Er zit dus oogschaduw in, 3 blushes en een bronzer. En ik ga de Orgasm bronzer en de... Of wow, de Laguna Bronzer en de Orgasm Blush gebruiken. En ik neem jullie mee. Ik had een vrijdag voor het eerst gisteren. Naar werk, want het was heel vroeg, dus ik heb hem niet heel goed gezien. Dus ook voor mij wordt het soort van... De eerste keer dat ik hem echt zie. Oh ja, hij is heel subtiel eigenlijk. Ik bedoel, als ik van die hoena zo veel, dan is het meteen bam. Maar deze kan je best wel mooi opbouwen, denk ik. Ja, ik ben fan. Nu gaan we de iconische blush er ook bij gebruiken. Of course. Het iconische duo. Oh my god, dit is echt mooi. Oh my god, dit is echt geweldig. Ik ben helemaal fan. Nog een hartstikke. Dankjewel. Oké, nu onder de douche vandaan. Ja. Vochtig. Ja. Hi. Nou, dit is de outfit van vandaag. Ik heb dit Josh V-t-shirtje aan en een knoopje ingemaakt. En deze splitbroek aan van de Zara. En hier komt mijn spijkerjasje overheen. Maar op de scooter doe ik natuurlijk wel gewoon mijn winterjas aan. En ik neem deze tas erbij. En ik heb van Amber een hartstikke lief cadeaubon gekregen van Pandora. We zijn dus foto's aan het maken. Ik ben net geweest. En dit zo staat er trouwens met het spijkerjasje. Vet leuk. En ik ben dus klaar. En nu is Amber aan de beurt. We zijn weer bij deze spot. Oh, je was niet in beeld. En we gaan nog heel veel door. En dan gaan we shoppen bij de Zara. En ik ga jullie meenemen. En ik ga jullie alles laten zien wat ik ga passen. En ja, helemaal leuk. Bij de Zara. Hallo, lijkt dat En ik heb dus alleen dat blauwe blouseje genomen. Ik kan natuurlijk nog een cadeaukaart van werk. Superleuk. Dus ik heb alleen dat... Die. En jij hebt dat groenige jasje wel genomen. Ja. Ik twijfel een beetje. Misschien dat ik hem later mag kopen. En je hebt een leuk wit blouseje. Ja.
En nu gaan we even een gratis hamburgertje halen van de Mackie voor mijn verjaardag nog. En dan gaan we weer lekker naar huis en wachten tot mijn zuster is. Een hele goede middag. Het is 1:15 en het is zaterdag. En ik ben net thuis. Ik heb lekker bij Jordi geslapen en mijn moeder heeft me net opgehaald. Ik heb net gedoucht en ik ga nu even lunch maken. En dan ga ik bellen met de co-werkergroep. En vanochtend heb ik ook alweer geleerd voor mijn tentamen. Dus best wel een productieve dag. Gisteren was echt zo mega gezellig nog met mijn zus en met Amber. We hebben echt lekker gezellig gegeten met z'n allen. En ja, het was echt heel erg leuk. En volgende week zaterdag gaan we weer afspreken. Dus daar heb ik nu al helemaal zin in. Dus vandaag de rest van de dag eigenlijk de hele tijd leren. Want ja, dinsdag heb ik tentamen. Maar ik heb wel echt een mega leuke week gehad. En oh my god. Jongens, mijn vader belde net. En ik krijg voor mijn verjaardag van hem mijn vlogcamera. Echt niet normaal. Echt bizar. Maar oh mijn god, zo gaaf. Ik film nu alles met mijn telefoon. En dan heb ik straks gewoon een vlogcamera. En dan is het gewoon allemaal wat makkelijker. Zit mijn telefoon niet de hele tijd vol. En het is toch helemaal geweldig. Oh mijn god. Dus hij komt waarschijnlijk morgen al binnen. Maar dat gaan jullie in de volgende week vlog zien. Dus jullie moeten nog heel even wachten. Heel even geduld hebben. Maar niet normaal. Oh mijn god, ik ben zo blij. Dus ik ga nu weer snel leren. En ja. Het is ondertussen 7:05. Ik heb lekker gegeten. En ik heb al de powerpoints van de lessen bekeken. En alles overgeschreven en opgeschreven vandaag. En ik ga dat nog heel even leren gewoon. Met mijn samenvatting daarnaast en het boek daarnaast. En ik ga morgen alle opdrachten nog een keer maken. Of nog een keer, ik heb ze nog niet gemaakt. Alle opdrachten even maken uit de PowerPoint. En ja, dan hoop ik dat dinsdag mijn tentamen goed komt. Maar in ieder geval, ja, ik heb wel echt een superleuke week gehad. Natuurlijk mijn verjaardag, echt mega verwend en mega lief van iedereen. Ze hebben allemaal lieve kaartjes geschreven met hoe trots ze allemaal op me zijn en zo. En ik vind dat zo lief. Maar goed, in ieder geval, dit was wel even deze... Ik heb jullie dit nog helemaal niet laten zien. Ik heb namelijk nog een verjaardagscadeautje gekregen. Ik heb van de moeder van Jordi... Of heb ik dit wel laten zien? Volgens mij niet. Heb ik bestek gekregen voor mijn uitzet. Mat zwart. Super chill. Dat heb ik dus van de moeder en van Jordi's broertje gekregen. Dus dat had ik jullie nog niet laten zien. Nu wel. En ja, dat waren dus allemaal cadeautjes. Mijn camera komt dus als het goed is morgen binnen. Dus dit is mijn laatste weekvlog, denk ik, die helemaal gemaakt is met mijn telefoon. Wat spannend. Ik ben 9 weken onderweg nu. En ja, ik vind het echt super leuk. Dus ja, ik wil jullie natuurlijk weer hartstikke erg bedanken voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze week weer gezellig met me mee te kijken. En toch een beetje mijn verjaardag samen te vieren. Ik zou zeggen, doe zeker een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter wat je ervan vond. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van mijn video's. En van de overige weekvlogs en weet ik het wat allemaal. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!